Wat volgt is een fragment van het boek De Wereldleraar voor de Hele Mensheid van Benjamin Krijm. Er is een held, een titaan in ons midden en spoedig zullen wij ons bewust worden van zijn aanwezigheid. Maitreya, de wereldleraar, staat gereed om zijn werk in de volle openbaarheid te beginnen. Dit boek geeft een overzicht van deze gedenkwaardige gebeurtenis. De terugkeer van Maitreya in de wereld van alle dag in juli 1977 en het geleidelijke naar buiten treden van zijn groep, de meesters van wijsheid. De enorme veranderingen die Maitreya's aanwezigheid teweeg heeft gebracht, alsmede zijn plannen, prioriteiten en aanbevelingen voor de onmiddellijke toekomst. Maitreya komt naar voren als een groot geestelijk avatar en tegelijkertijd als vriend en broeder van de mensheid. Maitreya's advies zal de mensheid voor een eenvoudige keus stellen. Of we zetten onze huidige destructieve leefwijze voort en gaan ten onder, of we aanvaarden blijmoedig zijn raad om een systeem van samendelen in te voeren en waarborgen daarmee rechtvaardigheid, vrede en het creëren van een beschaving die gebaseerd is op de innerlijke goddelijkheid van allen. Als de vriend en leraar van allen die zijn hulp nodig hebben, zal hij zich presenteren. Als een eenvoudig man die de pijn en het lijden van mensen kent en tracht hun lot te verlichten. Die allen absoluut zonder voorwaarden lief heeft en die is gekomen om ons de treden naar vreugde te tonen. Zo iemand staat op het punt om voor de wereld te treden en zijn raad aan allen te geven. We hebben de woorden misschien al eerder gehoord. Thans, met zijn zegening, zullen we hun betekenis begrijpen en ernaar handelen. Wenst u dit boek te bestellen of wenst u meer te weten over transmissiemeditatie? Bezoek dan onze website transmissionbelgium.be.